De internationale kranten stonden er bol van. Het nieuws over Red Bull teambaas Christian Horner. Er loopt een onderzoek naar hem wegens grensoverschrijdend gedrag. We gaan het bespreken met Formule 1-verslaggever Erik van Haren. Erik, jij bracht dit nieuws. Internationaal kreeg je heel wat reacties. Een beetje bijgekomen? Ja, zeker. Ik was ook blij dat we het verhaal naar buiten brachten. Want je gaat natuurlijk niet over één nacht ijs, waar we het gisteren ook over gehad hebben. Dus dan is het ook wel fijn als je een verhaal waar je lang mee bezig bent naar buiten brengt. En we zijn natuurlijk niet helemaal naïef, dus ik ging er al vanuit dat het veel los zou maken. We moeten niet vergeten dat Christian Horner een van de bekendste mensen in de Formule 1 is. Natuurlijk veel op de voorgrond is, in Engeland heel bekend is en natuurlijk ook nog een bekende vrouw heeft. Dus de Engelse tabloids die wisten er wel raad mee. Ja, en de geruchten zijn, ook al wil jij er niet al te diep op ingaan, dat het hier toch om een vrouw gaat, hè? Ja, dat kunnen we wel zeggen. Dat heb ik ook vandaag in de analyse geschreven. Wat in ieder geval bekend is en wat zeker is, is dat er een vrouw zich gemeld heeft intern bij Red Bull. Een medewerkster met klachten over grensoverschrijdend gedrag, van teambaas Christian Horner. En natuurlijk, hè, dan wordt er heel veel gezegd. En ik heb ook de afgelopen week heel veel gehoord. Alleen, dat vind ik nog te prematuur om te melden. Ik vind dat je daar heel terughoudend in moet zijn. En pas als er echt bewijs ligt of je het zeker weet, dat je dat dan in de eten moet slingeren. Dus misschien horen we daar snel wat van. Maar dat het in die hoek is, dat is duidelijk. En ook dat het heel serieus wordt genomen. Want anders gaat Red Bull natuurlijk geen onderzoek instellen. Dat ten eerste. En ten tweede, het ook nog eens als er vragen overkomen, bekendmaken. Ja, en voor wie geluiden hoort aan de zijkant, jij wordt gesouffleerd door jouw kind. Want jij bent thuis op het kind aan het passen. Dan is die vraag meteen beantwoord. Veel reacties uit de racewereld natuurlijk. Wat heb je allemaal gehoord? Ja, het gaat natuurlijk flink los. En in Engeland is het natuurlijk een hele grote zaak, wat ik al zei. Maar er wordt natuurlijk, dat krijg je toch heel veel gespeculeerd, hè, over de toekomst van Horner bij het team. En wat gaat er nu gebeuren? Dus daar zal de komende week, zal het niet stil blijven in Milton Keynes. Er zal vast wel wat gaande zijn. En te kijken wat Horner zelf wil doen. Hè, hij heeft al een Engelse media laten doorschemen dat hij gewoon blijft zitten. Maar je weet natuurlijk niet of dat nog gaat veranderen de komende dagen. Of dat er onder druk toch iets gaat gebeuren. Dus dat is een beetje lastig om in te schatten. Alleen je merkt toch wel dat hij niet alleen maar vrienden heeft binnen Red Bull. Hè. Het hele bedrijf Red Bull zijn eigenlijk een werkgever. Want anders gooi je eigenlijk iemand niet zo voor de bus. Hè. Los van het feit of hij schuldig is of niet, is het natuurlijk heel veelzeggend dat dat statement kwam. Ja, want jij schrijft vrij gedecideerd. Hè? Want jij zegt nu, Horner tegen de Britse media gezegd, ik blijf. Maar jij reageert juist gedecideerder van, hij is mogelijk op weg naar de uitgang. Ja, hoe breng je die zaken met elkaar in balans? Zijn reactie aan de Britse media en jij die toch wat gedecideerder bent? Nou kijk, Horner is natuurlijk zelf ook niet dom. En hij zal ook wel beseffen dat dit statement niet zomaar is gegeven. En het nieuws niet zomaar naar buiten is gekomen. Dat het niet zomaar is gelekt. Dus dat blijkt, hij zal toch ook begrijpen dat er mensen zijn die hem weg willen hebben. En kijk, er zijn allemaal juristen. Wij zijn ook het hele weekend. Het is allemaal, daarom brengen we zo'n verhaal ook zorgvuldig en zo feitelijk mogelijk. Omdat je anders gewoon problemen hebt. Zeker in Engeland of in Amerika. Anders hang je aan de hoogste boom. Je moet het ook juridisch kunnen verantwoorden. En hij heeft natuurlijk een heel leger aan advocaten en juristen om zich heen. En Red Bull zelf natuurlijk ook, hoe ze dit aan moeten pakken. En er wordt ook gewoon heel veel gespind. Hè? Want ik las gisteren in Engelse media, ik las ergens in een grote tabloid, dat wij, hè, de Telegraaf, ons verhaal teruggetrokken zouden hebben vanwege de advocaat op ons dak. Nou, dat is absoluut niet waar. Die Alinea is later ook verwijderd uit dat stuk. En AP, een groot persbureau, schreef dat Horner, dat hij verdacht zou zijn van dat zijn management stelt, dat het daarom mee te maken zou hebben. Nou, dan wordt dat ook weer overal overgenomen. Is gewoon niet waar. Ik weet ook niet waar dat vandaan komt. En die zin is later ook uit het artikel verwijderd. Maar ja, dat komt natuurlijk niet zomaar terecht. Dus dan is er toch iemand die de baat bij heeft om het op die manier een beetje te spinnen. Ja, we staan aan de vooravond op de drempel van het nieuwe seizoen. Ik las gisteren in je analyse, er zijn bij zo'n Red Bull Racing Team bijna 1000 mensen in dienst. Hoeveel invloed heeft de teambaas nou eigenlijk op dat hele proces? Want hoe dramatisch is het als hij eruit vliegt? Ik neem aan dat er ook heel veel know-how onder hem zit en naast hem. Ja, kijk, hij is natuurlijk wel de grote CEO, hè, en de grote man die de operationele zaken en de eindverantwoordelijke wat dat betreft. Alleen, ja, de auto is natuurlijk al gebouwd, de coureurs zijn bekend, de engineers zijn er. Dus echt de dagelijkse gang van zaken, ontwikkeling auto, dat
dat valt niet in één keer in elkaar. Maar het is natuurlijk wel een belangrijke pion in die hele organisatie. Dus ja, dat heeft zeker impact als er iets gaat gebeuren. En misschien gebeurt er ook niks. Alleen dat lijkt op dit moment heel sterk. Ja, nog heel even in jouw analyse. Jij hebt het over Helmut Marko, die in dienst is echt van het drankbedrijf, zeg maar. En je hebt Christine Horn, die echt CEO is van die rechtspersoon, zeg maar, het raceteam. Daar is natuurlijk al hele tijd geharrewar achter de schermen. Heeft dat er nou ook echt mee te maken, denk jij? Of moet ik dat er totaal los van zien? Nou, het heeft er niet mee te maken dat Horner eventueel een vrouw op wat voor manier dan ook zou hebben lastiggevallen. In ieder geval dat die beschuldiging er ligt. Dus dat valt sowieso, als dat zo blijkt te zijn, dat valt natuurlijk sowieso niet goed te praten. En dan is het ook gewoon klaar voor hem natuurlijk. Daar zou iedereen het over eens zijn. Maar dan heb je nog wel de component van als iedereen op één lijn zou zitten bij Red Bull, bij dat hele bedrijf, een miljardenbedrijf, bijna 100 miljard omzetten over een jaar. Zouden ze dan Christian Horner na een paar vragen van de Telegraaf over die beschuldigingen hebben gehoord en die wederhoor plegen, zouden ze dan na een paar uur al zo'n statement de wereld in slingeren? Dus dat duidt erop dat zij toch ook wel denken van, we geven jou openheid van zaken, maar ja, ze weten dat niet de banketpakker het vraagt, maar een journalist. Dus ze weten ook dat het in de publiciteit komt. Dus daar kunnen ook mensen baat bij hebben. Zo realistisch moet je wel zijn. En dat het al langer niet boten tussen Horner aan de ene kant en de Oostenrijkse kant, laat ik het zo zeggen, die hem een beetje ervan verdenken dat hij eigenlijk de macht helemaal naar zich toe wil grijpen. Hè? Eigenlijk na de dood van oprichter Matešić. Ja, dat is wel kraakhelder. Ja, Erik, dan nog een keer tot slot. Zo blijf ik tot slot zeggen. Je hebt de Thaise meneer, die 51% van de aandelen heeft. En je hebt het Oostenrijkse kamp, die hebben 49% van de aandelen. Het is complexer, maar ik maak het even simpel. Wie is er uiteindelijk degene die bepaalt hoe dit afloopt? Nou, dat is een wisselwerking. En vroeger was het natuurlijk altijd Matešić, want dat was echt de grote baas. Alleen ja, die Thai heeft een of wat je zegt, de meerderheid van de aandelen. Dus uiteindelijk moet hij er ook een klap op geven. En is hij ook een belangrijke speel en heeft hij misschien wel de sleutel in handen waar dit heen gaat. En alle ogen zijn wat dat betreft intern ook op hem gericht. En ook in Oostenrijk natuurlijk. Dus ik denk dat deze dagen heel druk zijn, dat de telefoonlijnen daar uit elkaar knallen en dat er heel veel overleg wordt gevoerd. Erik van Haren, dankjewel. En ook bedankt aan je dochter, want ze is heel erg rustig gebleven. Ja, ik zal het doorgeven. Graag gedaan. Dag Erik.